Suriname heeft de verspreiding van het COVID-19-virus nog niet onder controle. Volgens Minouche Bromet, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, wordt er via diverse strategieën geprobeerd de positieve gevallen op te sporen en te isoleren en hun contacten in quarantaine te plaatsen. In de afgelopen periode heeft het BOG de positieven in kaart gebracht door clusters en nu ook met de mobiele testlocaties. In het ATV-programma COVID-19 Update van vanmorgen haalde Bromet aan dat de mensen via een afspraak de mobiele testlocaties konden bezoeken. Op de eerste dag 33 swaps afgenomen, testen afgenomen, maar dus meer mensen natuurlijk die zich hadden aangemeld. Mm-hmm. Sommigen dus die geen symptomen hadden, hebben we dus dan toch moeten wegzenden. Okay. En op de tweede dag hebben we 34 testen afgenomen. Mm-hmm. Dus er komen toch wel mensen? Ja. Maar ze moeten echt de klachten hebben. Je moet echt de klachten En wat hebben. Zijn die klachten? Koorts, hoesten, griepsverschijnselen, lichaamspijn, hoofdpijn, diarree en braken, misselijkheid, mm-hmm. reuk, smaakverlies. Dat zijn enkele van de symptomen die dus kunnen duiden op COVID-19. Oké, maar voor de zekerheid, als ik alleen hoofdpijn heb, gewoon erg hoofdpijn, is dat een symptoom of moeten ze in combinatie? De doktoren mm-hmm. die ter plekke zijn voor het afnemen van de testen, die doen ook hun anamnese. Okay. Die gaan nu doorvragen. Weet je, okay. Kijk, als je normaliter al vaak hoofdpijn hebt, mm-hmm. migraine, etc. Ze gaan even doorvragen. Oké, dan is dat niet een ja, symptom. Ja, want je hebt dus inderdaad de hoofdpijn die te maken heeft met de verstopte sinus, weet je. Dus als je griepsverschijnselen hebt, is het toch een andere hoofdpijn dan hoofdpijn achterin je hoofd. Absoluut, oké. Ja, dus ze gaan verder onderzoeken. Verder haalde Bromet aan dat het BOG vandaag de laatste dag van het mobiel testen in Paramaribo-Zuid was. Volgens haar zijn bepaalde plekken in Paramaribo-Zuid getypeerd als hotzones van het COVID-19-virus. Hotzones, dat zijn plekken die wij zien op de kaart. Dus bij het verzamelen van de data van de positieve, de 300 zoveel die we nu hebben, zie je ook adressen. Mm. En de adressen geven dus in de data bepaalde zones aan waar de meeste adressen voorkomen. Dat noemen we dus de hot zones. Mm-hmm. En nu zijn de drie testsites, de drie dagen voor de mobiele testsites gepland in deze hot zones. Dus mm-hmm. in Noord, in Zuid en in delen in Wanica. En zo hopen we dat de mensen die dus van die buurt zijn, mm-hmm. Toch met deze strategie eruit te lichten. Mm. Want je merkt dat de meeste adressen heel close to elkaar zijn, dus waarschijnlijk hebben buren contact, familieleden hebben contact met elkaar, waardoor de besmetting één op één steeds verder gaat. Ja, ja. En we hopen dat ze met deze strategie in de hotzones in elk geval active case finding te doen, dus actief de cases eruit te lichten en ze op tijd te isoleren. Mm-hmm. Want hoe eerder je de detectie kan doen, hoe ook veel beter het herstellen. Ja. De kans op herstel. Als je okay. dus al een paar dagen heel ziek bent, kan je ook verder sneller achteruit gaan als je onderliggende ziekte hebt. Dus mm-hmm. als je heel vroeg erbij bent, kun je ook sneller. Dus okay. de kans beter. Minouche Bromet, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Zij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.